De gemeente Oosterhout heeft een geldlening afgesloten voor een bedrag tot 25 miljoen euro. Volgens het college van BMW is de lening op dit moment het gunstigst omdat de rente erg laag staat. Zo'n 1,9% met een looptijd van 5 jaar. Volgens wethouder Jan Peters is de rente op dit moment historisch laag en zou het alleen nog maar omhoog kunnen gaan. Oosterhout verwacht de komende tijd de nodige uitgaven en heeft daarom gekozen om een lening aan te gaan. Volgens de wethouder wil dat niet zeggen dat ze op dit moment op zwart zaad zitten. Het geld is nodig voor onder meer het aanzuiveren van het eigen vermogen van Intergas, waarvan Oosterhout, net als andere Brabantse gemeenten, aandeelhouder van is. In totaal zou dat gaan om zo'n 6,7 miljoen euro. Ook worden de nodige middelen aangewend voor strategisch grondaankopen. Onder meer voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Konterijen bij Dorst en de uitbreiding van industrieterrein Evenenberg.